Lang, lang geleden, op een regenachtige ochtend, zit een eenzame comedian in zijn pyjama op de bank. Hij baalt van de lockdown, hij piekert, hij peinst. Zal ik dan maar grappige typetjes op Instagram gaan doen? Aan de ene kant, het is beter dan niks. Aan de andere kant, dan moet ik op Instagram. Gelukkig voor ons, hij doet het, want nu is hij behalve cabaretier en tekstschrijver een absolute hit op de gram. Dames en heren, Marijn Scholten! Warmte. Lekker toch? Wat fijn dat je er bent. Ben je druk? Ja, ik ben heel druk. Wat ik ben een show aan het maken voor een theater. Dus... Ja. Ja. Nou, daar gaan we het straks zeker even over hebben. Leuk. Ik viel mij op en nodigde je uit. Maar we dachten, we zien je eigenlijk helemaal niet zo vaak op dit soort plekken. Bij televisie. Klopt. Shows en zo. Wat, waarom niet? Nou ja, ik heb een aandoening. En, nee, ja, ik ga even... Ja. Het is niet besmettelijk, denk ik. Nee, nee, ik heb anekdoteangst. Dus, oh. Ja, en welke anekdote ik ook vertel, ik verneuk hem. Ook heb ik iets fantastisch meegemaakt. Dus ik ben gewoon, ik acht mezelf gewoon totaal ongeschikt voor talkshows. Dat is het eigenlijk. Oh ja, joh. Ja. En vanavond durft hij het wel aan. Ja, ik denk, voor jou wil ik dat wel. Nou, wat lief. Ja. Wat leuk. Ja, want je bent, ja, mensen kennen jou misschien ook al wel vanuit Doemler of van andere theatershows. Of die shows die je maakte met Thomas Gast. Ja. Maar de laatste jaren vooral dan misschien van de Instagram-typetjes. Ik denk, ja, als je het niet kent, misschien moeten we toch gewoon maar meteen even één kijken. Moeten we hier iets bij weten? Ja, laten we het uitleggen. Er gaat iemand op zoek naar drugs. Toch? Ja. Oké, okay, we gaan kijken. Ja. Perfect. Hey guys, nou, het is weer een enorme rukdag. Ik ben enorm verdwaald. Ik heb echt een richtingsgevoel van what the fuck. Goede nieuws is dat ik een adresje heb gevonden. Thanks voor alle DM'tjes. Ik ben onderweg naar Krakka, naar Polen. En heb ik een mannetje gevonden. Die heeft een paardenmanege. En die heeft waarschijnlijk Vega-keta. Dus dat is fucking goed nieuws. Het ding is alleen maar wel dat zij twee paarden hebben die geopereerd moeten worden. Die hebben een gebroken heup. Dus ze hebben zelf die keta ook heel erg nodig. Dus het is heel erg de vraag van hoeveel ik er dan kan gaan krijgen. Dus als ik heen en weer rijd nu, als ik snel doe, dan ben ik net op tijd terug voor de after van Awakening. Ja. Ik ben gewoon heel benieuwd. Hoe kom jij op zo'n typetje? Wat is het iets wat je in een minuutje opneemt? Is het iets waar je lang aan stoort? Schrijf je er een dag aan? Hoe werkt dit? Ja, jezus. Ja, ik denk dat ik het een beetje overal oppik gewoon. Dus dat is op terrassen of alles wat ik zie. Ja. Heel leuk trouwens om een keer met een live publiek te kijken. Want ik krijg nooit reactie erop. Nee. Ik zie alleen een tellertje heel triest omhoog gaan. Ja. De hele tijd. Het is een live tellertje van 160. Je hebt 160 likes, ja, denk ik. Oh, yes. Ja. Nee, dat is heel tof. Maar ze komen overal vandaan. Maar het is ook wel een soort verwerking, denk ik. Want wat er bij mij allemaal de hele dag binnenkomt, moet op een gegeven moment ook op een bepaalde manier uit. En ik ben van nature best een beetje introvert eigenlijk. Ja. En, maar als ik dan denk van... ik denk ineens van... Hey, maar ik ben een Amsterdammer. En ik ben net van het ADE. En ik heb een onwijze pillenkater. Voel ik ineens een soort vrijheid. En denk van... Hey, what the fuck? Wat super nice om hier te zijn, Arjen. echt... Jij hebt gewoon je eigen talkshow. Wat de fucking held ben jij? Snap je? Doodeng. Ja. Maar net alsof er echt even zo'n gast zit. Dat is echt... Ja, sorry dat je dit mee moest maken. Ja, ik moet het even verwerken. Hoe groot is je kanaal inmiddels? Hoeveel volgers heb je? Ik weet het heel exact. 92.321. Lekker. Nou, en vanavond 92.400. Nou, laat maar. Plus deze mensen. Je gebruikt het ook soms een beetje maatschappijkritiek. Het is vaak gewoon echt heel typerend en archetypische, grappige, gekke mensen. Maar soms ook wel iets kritiekje op de wereld. Hmm. Daar wilde ik ook eentje van laten zien. Het was de oorlog in Oekraïne begon net. Iedereen zette zijn Insta's op blauw-geel. Maar jij maakt iets anders. Dit is jouw duit in het zakje. Hey guys. Ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Ik heb heel erg over nagedacht van... Wat kan ik doen? Wat kan ik bijdragen? En ik heb besloten om morgen tussen 2 en 4 helemaal zwart te gaan. Dus TikTok, Insta, ga gewoon helemaal zwart. Voor mensen die collabs willen doen of die op een andere manier vragen hebben over de merch, dat kan wel gewoon. Dus ik ben qua DM nog wel. Ja. Oké. Dankjewel. En iedereen...
Iedereen stuurt het ook door. Het wordt er massaal dan doorgestuurd, ook naar mij de hele tijd. Want ik wil zeggen, ik ken die gast, maar ja, dat staat helemaal nergens op. En heeft het je ook een nieuw soort bekendheid gegeven? Dat mensen je van die filmpjes inmiddels herkennen? Niet meer van DWDD deed een tijdje? Maar... Ja, een beetje misschien wel. Hoewel dat ook soms weer anders uitpakt. Voor het laatst dat ik dan dacht ik van, oh leuk, waren mijn twee vrouwen naar me toe. En die zeiden van, oh, hey, wat leuk om je te ontmoeten en zo. En nou, een tijdje gepraat, dan groeit je ego een beetje. Ja. Hoe gaat dat? En toen zei ze aan het einde van, maar en wanneer komt je volgende boek uit? Ja. En toen bleek, ja, toen dacht ik Arno Gumberg. Heb ik uiteindelijk nog wel Blauwe Maandagen gesigneerd. Tuurlijk, maar, ja. Ja. Ik snap dat wel. Ja. En je doet ook niet alleen nou ja, anonieme typetjes, maar ook gewoon bekende personen. Nou, laat me ook meteen even kijken. Dit is een van mijn favorieten, zoals deze. Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman. Ik zit niet in de archiefkast van de Volkskrant. Ik zit ook niet onder de hoofdslapen van mijn dochter. Ik zit thuis op de play en ik interview de Franse actrice Closette Papier. Hey, Closette. Er moet iets enorm dienstbaars in jou zitten. Want het is zo'n nederige rol die je hebt. Wat ik mij afvraag... Waarom gaat iemand op zoek naar de Gijs Groenteman in zichzelf? Sowieso kan ik het iedereen aanraden om dat te doen. Ja, ik luisterde veel naar zijn programma, dus dat was de basis. En op een gegeven moment kwam ik er gewoon een keer achter dat ik dat enigszins gelijk een stemgeluid kon produceren. Ja. En toen ik dat eenmaal wist, dan is het hek van de dam. Want dan wil je de hele dag niks anders meer. Nee. Was het irritant ook thuis voor je vriendin? Nou, misschien. Nou, maar het geeft je ook een soort... Ik weet niet, het is ook wel lekker om... het is ook een soort spelen natuurlijk. Want je wordt er een beetje, krijgt meer lef of zo. Want ik zou jou bijvoorbeeld normaal gesproken niet zo snel hier nu vragen gaan stellen of zo. Nee. Terwijl ik dan denk van, als ik Gijs Groenteman ben, zou ik denken... Nee, maar Arjen, wat is dat toch met jou? Dat gewoon een jongen uit Noord-Groningen. Okay. Of All Places, dat die in één keer, ken ik, een soort onwijze aandrang heeft... om elke avond maar op tv te verschijnen met dat kuifje van je. In wat voor... Ja, heel diep. Ik weet niet hoor, maar ik was nog niet klaar. Nee, ik was wel klaar. Wauw, ja, ik heb echt de neiging om meteen mijn zielenroersel op tafel te gooien. Ja, we kunnen door. Goed, Gijs. Nee hoor, dankjewel, ik ben oké. Je staat in theater, je bent de show nu aan het ontwikkelen. Ben je nu ook deze types, omdat ze zo lekker gaan op internet, ook in je show aan het verwerken? Zou ik doen, dat is een pro-tip van mij, ik zou het doen. Dus jouw tip, ja. Ja. Nee, ja, voor een deel wel, want ik vind het te leuk en ik vind het ook te jammer om dat dan niet in mijn voorstelling... En mensen verwachten het misschien ook inmiddels wel. Ja, ik vind het ook wel lullig als ik dan gewoon anderhalf uur cello ga spelen. Als dat zou heel raar zijn. Ja. Maar het is wel meer dan dat. Het is ook muziek en het is niet alleen dit. Dus, oké, okay. Een van mijn favoriete typetjes is de man uit Groningen. Ja. Sam een keer jouw drone afpakt. Dat was een van mijn favoriete filmpjes. Ja. Kunnen we afsluiten met een Gronings gesprekje? Van, doe jij het maar. Kijk, dan ga je weer. Jij bent gewoon heel dwingend. En dat vind ik niet fijn. Ik denk gewoon, je ziet iedereen maar de maat te nemen elke avond. En dan denk ik van, moet dat nou? We kunnen het ook gewoon leuk hebben. Toch of niet? Of ben ik nou gek? Dit is echt een goeie. Zo zijn alle mensen in Groningen, dat weten jullie niet. Maar dat is echt... ik hoop dat de Groninger ook in het theater komt. Neem je mee? Ja, ik neem mee. Heel goed. Ja. Nou, veel plezier met je tour. En blijf alsjeblieft ook typetjes posten, want ik volg je met veel plezier. Marijn is het hele jaar en volgend jaar nog te zien in de theaters... met zijn voorstelling Team Solo. Geef hem een groot applaus. Marijn Schotten. Dank je. Jullie bedankt voor het komen. En jullie bedankt voor het kijken. Dit was de avond. Op naar de morgen. Hoi. Dank je wel. Hey, lekkere YouTubers van me. Houden jullie van spelletjes? Ik wel. En daarom speel ik na het interview ook altijd nog een spelletje met onze gast. Geheugen Memory. De verliezer die moet gênante vragen beantwoorden. En de winnaar, dat ben jij. Want jij kunt hier naar kijken. Het is te vinden op NPO Start. Let the games begin!